Jan, ben je net als Karim El Amadi een paar kilo's afgevallen, Bert Jansen? Want je ziet er strakker uit namelijk. Ja, nee, hij begint over strakker in mijn huis. Jij begint dat er zelf een strakker uitziet. Ik voel me eigenlijk... Je traint toch? Je bent nu aan de gewichten en zo hangen? Ik ben aan het steppen, ja. Ja. Aan wat? Aan het steppen. Ik loop je net te helpen tegen die twee hier. En nou zit jij me weer uit te scheiden. Dus dat niet te lopen. Maar ik zit in een volwassenenprogramma en er zit een man van 68 naast me die is aan het steppen. Ja, steppen. Dat moet ik dan zeggen. Ga jij lekker bij die prinses Caroline, of hoe heet dat mens, zitten, die ook met kinderen dingen doet? Kun je misschien met haar steppen? Nee, zo ver step ik niet. Laurentien bedoel je waarschijnlijk, of niet? Laurentien. Ja. Wat vond je ervan? Nou, René die heeft zich daar. Ah, man. Wat? Ja, dat vrouwtje heeft... Bij Jinek van de week. Ja, dat vrouwtje heeft een raad voor kinderen opgericht. En ja. dat houdt in dat die kinderen die gaan dan naar grote bedrijven als Shell en ING, Rabo. En die gaan daar praten met de CEO's over hun problemen. En dan denk ik, ja, weet je, ga lekker met die kinderen naar de Efteling, joh. Of ga lekker met die kinderen naar Euro Disney in de bus. Weet je hoe leuk die kinderen dat vinden? Ja, hartstikke leuk. Maar dat gaat dan onder het mom van kinderen... zoeken niet in problemen, maar in oplossingen. Ja. En ik zat naar dat meisje te luisteren. En ik geloof niet dat dat meisje bij iemand kwaad doet, weet je. Maar ik dacht wel, joh, ga lekker op vakantie, joh. Ja? Weet je? Gaan we het anders doen? Ja, kom, neem een fles wijn en ga lekker met je mannetje op strand liggen, weet je wel. Weet je? En er zat ook niemand aan die tafel die... Kijk, die maar ook iets zei van, ja, weet je... Waar gaat dit over? Ja, maar ja, koninklijke familie enzovoort. Ja, nee, dat snap ik allemaal wel. Ja, maar wat is dat voor een autoriteitenvrees? Maar de RVD, we mochten de beelden ook niet uitzenden. Nee, maar er had toch iemand aan die tafel moeten zeggen... die iemand had moeten zeggen... mevrouwtje, je kunt wel met een prins getrouwd zijn... maar je slaat alleen maar onzin uit. Je zit op je nek te kletsen. Waar gaat dit daar over? Hadden ze jou waarschijnlijk wat moeten vermoeden hebben dan. Nou, ik had dat wel gezegd, maar ik zat te kijken thuis en ik denk... Je riep het ook. Deze avond had Jules Deelder moeten zitten. Ja, of jij. Maar ze zei dat dan zet... Nou, zij gaat dan wel met die kinderen naar binnen, hè, bij die CEO's. Mm-hmm. Maar zie je zo'n CEO al, weet je? Die komt dan op dinsdagochtend op zijn kantoor, die neemt een bak koffie... en er wordt door zo'n secretaresse gezegd... Laurentien komt vanmiddag. Denkt die man, godverdomme. Die man heeft wel wat anders aan zijn hoofd... als met twee kinderen van 9 te gaan zitten praten. Maar jij denkt niet dat out of the box heel veel dingen op kan leveren? Nee, joh, echt allemaal niet. Onzin. Zijn klare onzin is het. Ja. Het van een... niet erg. Maar laten we dat nou zeggen. En waarom zijn die mensen van het Koninklijk Huis... hier in Nederland heilig verklaard? Als die onzin uitslaan, dan mag je dat toch zeggen? Nee, maar dan zegt zij ook... Ze zegt, ja, nou, je onderschat het misschien wel. Nee, maar ze zegt, dan heb je een man met zo'n kind van 9 of 10 gesproken... Zo'n CEO. En die man denkt ook, die voelt er ook niet lekker. Ik zou hem ook niet lekker in een kantoortje met een kind van 10. Nee? Nee, dat voelt toch niet lekker. Het gesprek gaat de verkeerde kant op. Nee, nee, nee. Ja, nee, ga door, nee, ja. Nee, nee, nee. Ja. Nee, maar ik bedoel... En dan zegt zo'n man na afloop tegen Laurentien, zegt hij van... Ja, ik kom toch op compleet andere ideeën nou. En waarop die op een gegeven moment... Weet je hoe dat gesprek eindigt? Ja. Waarop die Jimek zegt. Dus we gaan ervan uit... Jimek. We gaan ervan uit dat deze tafel dadelijk bevolkt is... alleen nog maar door kinderen. Laurentien zegt... Ja. Daar ga ik wel van uit. En ik denk, ik zit dus over een paar jaar naar de kinderen van 10 te luisteren. Als ze... Nee, maar doe nou gewoon normaal. Maar heb je het niveau dat het niveau hier dan omlaag zou gaan? Als hier een paar van die kinderen op tafel zitten? Nee, hier niet. Zou dat geen effect hebben. Maar ik zit als volwassene om 11 uur 's avonds naar een programma voor volwassenen te kijken. Ja. En dan moet ik naar die kleuterschoolverhaaltjes van zijn juffrouw luisteren. Dan wil ik de juffrouw nog één advies geven. Ga eens met een kleuterklas naar de hoogste baas van Shell... en breng met die kinderen, die hoogste baas van Shell is aan zijn verstand... dat hij eens niet zo asociaal moet doen tegen al die mensen in Groningen... die in kapotte, vervallen huizen zitten, die daar weg zitten te rotten. Dat is niet de Shell, hè? Dus de NAM is dat. De NAM wil nog wel meedenken, maar de Shell die hangt daar overheen... en die houdt steeds tegen dat daar onkostenvergoedingen betaald worden. Dan worden Nederlanders die worden daar in de kou gezet en die laten besterven... En dat wordt maar als heel normaal ervaren. En de kostbare zendtijd wordt besteed aan prietpraat van zo'n madame. Dat is even een statement, hè, in deze uitzending. Je bent los. Ja, maar dan moet je maar niet over de cactusblossom beginnen. Dan word je altijd een beetje opgevangen. Ja, geïrriteerd door natuurlijk.